Shownieuws meldt dinsdag dat Lange Frans vorige maand een aanvaring zou hebben gehad met een verkeersregelaar op een busbaan in de buurt van de ingang van de luchthaven en staande zou zijn gehouden door de marechaussee. De rapper zou de verkeersregelaar een zetje hebben gegeven toen die niet aan de kant wilde gaan. Daardoor zou de verkeersregelaar zijn gevallen en letsel hebben opgelopen, maar dat was volgens Lange Frans aangedikt. Shownieuws meldt dinsdag dat procesverbaal is opgemaakt en de zaak op een dag gaat voorkomen. Volgens Lange Frans zou de verkeersregelaar aangifte doen om deels zijn imago te schaden. Dat ontkent de verkeersregelaar nu, die tegen Shownieuws zegt dat hij Lange Frans niet heeft herkend. Hij zou dus, ondanks hetgeen Frans wel beweert, geen aangifte hebben gedaan om de naam en het imago van de rapper te schaden, schrijft Shownieuws. De verkeersregelaar zou slechts een halt hebben willen toeroepen aan zinloos geweld. Volgens Lange Frans zou de verkeersregelaar zeker niet in het ziekenhuis hebben gelegen, laat hij op zijn beurt aan het entertainmentprogramma weten. Het nieuws is volgens hem onzin. Thank you.